Vloek, voeding speel een groot rol in die potentieel van een lam om hooggehalte wol te leven recht door sy leeftijd. Wat is die hoofvoedingsstowwe wat een lam nodig het hiervoor? Gerrit, vooral proteïne en ook energie is baie nodig. Die wolvezel bestaan hoofsakelijk uit proteïne wat dan opgebouwd wordt uit aminosieren en die hoofsakelijk die swaal bevattende aminosieren. Energie is weer belangrijk als gevolg van die wolvet wat dit help produceert. Dan zijn ook spoormineralen van belang, soos koper. Hy speel een baie belangrike rol in die karteling van die wol. En dan swaal, soos ek genoem het, vir jou swaal bevattende aminosieren. Interessante ding is dat voeding ook een rol kan spelen gedurende dragtigheid alreeds. Hoe werkt dit? Hoe kan voeding een lamse wolpotentieel beïnvloeden? Je krijgt twee typen wolfollicles wat wol produceren. Je krijgt primaire wolfollicles wat vroeg in die oeise drachtigheidsperiode reeds gevormd wordt en min benadeeld wordt door laagvoedingsomstandigheden. De secundaire follicles wordt laagdrachtigheid in de eerste twee maanden na geboorte gevormd. En indien die lab melkproductie ontvang of die het voedingstekort het in drachtigheid, dan wordt minder van die follicles gevormd. En die secundaire wolfollicles produceren die fijnwolvezels. So dan gaan jou skaap voor de rest van zijn leven sterker wol produceren en minder wol produceren. Nou, een ding wat Zuid-Afrikaanse boeren maar altijd meer bekend is droogte. Droogte slaan alle dingen. Hoe beïnvloedt dit wolproductie in skape? Droogte, als een lam ouder is 4 maanden, dan kan hij maar door die droogte gaan. Hij kan maar baie massa verloor. Sy wolproductie gaan afkom tijdens die droogte, maar na die droogte dan herstel hij weer volkomen. Dit kan nie permanent benadeel nie.